Ik was een jaar of 12, misschien iets ouder, toen ik van mijn vader de opdracht kreeg om een boom om te zagen, een eik, met een motorzaag. Je snapt, ik groeide niet bepaald op onder een kaastolp. En met de motorzaag op een tractor ploegde ik door het bos. Mijn vader had een bos, inderdaad. Op weg naar die ongelukkige eik, want die moest om. Toen ik daar was, bij die enorme eik, met die zware motorzaag, toen wist ik niet wat me te doen stond. Ik wist niet wat me te doen stond. Eerst kreeg ik die motorzaag niet aan, uiteindelijk wel. Maar toen begreep ik niet hoe ik de brullende zaag in de stam moest jagen. Dat ding dat was loodzwaar en mijn armen werden lam. De boom bood weerstand. Het leek me te gevaarlijk. Ik ging zitten op een stronk of een steen, dat weet ik niet meer. En ik wachtte tot mijn vader zou komen kijken naar het resultaat. Dat duurde niet lang. Ik baalde van mezelf, maar mijn vader had niet anders verwacht. Hij ging ook zitten op een boomstam. En hij stelde mij twee vragen. De eerste was: wil je het leren? Interessante vraag. Wil je het leren? Het antwoord zou ook nee kunnen zijn. Nee, ik wil niet weten hoe ik een eik omzaag. Helemaal legitiem, dat begreep ik wel. Ik aarzelde dus en ik dacht er ook echt over na. Ja, zei ik. Toen stelde mijn vader de volgende vraag. Ben je bereid om het ongemak te ervaren? Goed, dat waren niet helemaal zijn woorden. Hij vroeg of ik het ook wilde doen als ik schaafwonden zou oplopen of een gat in mijn hoofd. Daar moest ik even over nadenken. Het was echt even stil. Mijn vader zei ook niets. Heel knap achteraf, hem kennende. Ja, zei ik en ik meende het. Ik was bereid het ongemak te ervaren. Kom op, dan leer ik het je, zei hij. En hij liet me zien hoe je eerst een markering moet maken, een doelplek waar de boom terecht moet komen. En toen hoe je de zaag moest vasthouden ten opzichte van die doelplek. En toen liet hij me zien hoe je de zaag inzet in de stam. Eerst laag en schuin, want je start met een driehoek. En als je dat gedaan hebt, je hebt die driehoek eruit gezaagd, dan inventariseer je het bos of de boel opnieuw. Hoe is de binnenkant van de stam? Zit ik nog steeds goed ten opzichte van mijn doelplek? Is de kust echt veilig? En als dat allemaal oké is, dan zet je de zaag horizontaal in de stam. Nou, het was alsof ik een taart doorsnee. Om een vaardigheid te leren, een vaardigheid die misschien ongemakkelijk voelt of zelfs ondoenlijk, maar in ieder geval oncomfortabel, moet je op beide vragen ja kunnen zeggen. Wil je het beheersen en ben je bereid om het ongemak te ervaren? Een gat in je hoofd of schaafwonden of misschien wel erger. Als het antwoord op beide vragen ja is en echt volmondig, dan hoef je het alleen nog maar uit te voeren. En deze vraag stel ik als mentor aan mijn mentees. Altijd. Tweemaal ja. No bullshit. Ik ben Hans Ruinemans, boardroom monk. May you be truly happy.